Goedemiddag, beste lezers van voetbalkrant.com. Ik heb hier de resultaten bij voor het debat van deze week. Wij vroegen aan jullie of Del Ferriere en Bart Vertenten nog thuis horen op een voetbalveld om te fluiten. Dit naar aanleiding van een uitspraak van Hannes van der Brugge, die vindt dat de refs op dit moment te weinig kwaliteit leveren en dat er dus nood is aan Vertenten en Del Ferriere. Ook Yannick Ferreira uit Extra Time beaamt dat. Jullie zijn duidelijk niet akkoord met deze twee heren, want 57% vindt dat deze twee scheidsrechters niet meer op een veld thuis horen. Die andere 23% zeggen dat het voor hen niet uitmaakt. En de laatste 20% zegt ja, maar op dit moment liever niet. Ik ga akkoord met die laatste 20%, want ik vind het ethisch onverantwoord dat we nu al een oordeel zouden vellen over de twee scheidsrechters. Stel dat beide heren onschuldig zijn, vind ik wel dat ze terug het veld op moeten kunnen om te fluiten. Natuurlijk is hun imago wel geschaad en is het nog maar de vraag of de supporters hen nog gaan appreciëren. Zo, dat was het debat van deze week. Hopelijk kijken jullie volgende week weer. Tot de volgende.